Vorig jaar heb ik meegedaan aan Saxion Cats Talent. Dat was echt een hele belevenis voor me. De eerste keer toen ik bij de eerste bijeenkomst kwam voor deze nieuwjaarsbijeenkomsten, toen was ik heel zenuwachtig. Ja, toen ik op mijn fiets zat en ik zag Saxion in beeld, toen begon het heel erg knikkende knietjes. Ja, zenuwen zitten bij mij, dus dat zal altijd wel een beetje blijven. Maar het was gewoon echt een hele belevenis om dat met elkaar te doen. Wat ik had verwacht, de eerste keer dat ik binnenkwam bij de eerste bijeenkomst, was niet echt een auditie. Maar toch was ik wel een beetje bang van straks word je afgewezen of zo. Van jij mag niet, want jij bent niet goed genoeg. Maar dat was het echt helemaal niet. Iedereen werd ontzettend in zijn waarde gelaten met het kunstje wat jij kunt. Alles kon, want er werd ook eerst gekeken van wat hebben we in huis en wat gaan we daarna met wat we in huis hebben maken aan het programma. Ja, op het podium was het heel gaaf. Ik heb er echt heel erg van genoten. Wat ik ook heel leuk vind eraan is dat ik er hele leuke contacten aan heb overgehouden binnen Saxion. En zelfs twee vriendinnen aan heb overgehouden. Dus dat is wel echt heel bijzonder. Deze belevenis heeft mij echt een steuntje in de rug gegeven om bezig te zijn, of weer meer bezig te zijn zelf met zingen en muziek. Het heeft me gebracht dat ik inmiddels bij een band zit. Ook via een van de collega's die heeft meegedaan. Wat ik heel gaaf vond is dat ik dit bij Saxion kon doen. Dat mijn werkgever mij dit podium heeft geboren en dat ik die kans gegrepen heb. En daar ben ik super blij mee. Ik raad iedereen aan om mee te doen, want het brengt je gewoon heel veel.